Tomaten, dit zijn allemaal bollen met waarin we allemaal de diverse producten gaan laten. Achter bij u? Ja, dat op die foto, goed zei ik zelf. 3,5 meter groot. Ja, zo ongeveer. Ik ben daar wel een beetje langer geworden. Ja, er staan hier, we zijn nu in een kas aanbeland. Om me heen wordt nog druk gewerkt aan de vloer. Het is gele bollen, groene bollen. En u bent Ton Jansen van de tennisvereniging Tasty Tom. Wat gaat u straks hier doen? Nou, wij gaan hier de mensen laten zien waarom we zoveel verschillende tomaten in Nederland hebben. En dat de mensen die, op welke manier moeten de mensen nou deze diverse tomaten nou eens allemaal gaan gebruiken. We gaan laten zien dat er 8 verschillende kleuren paprika's zijn. Hoe kan dat dan? Hoe komen ze nou aan 8 verschillende soorten paprika's? En hoe zijn de verschillende smaken daarvan? We gaan de mensen laten zien dat niet een tuinder sluipwespen gebruikt tegen witte vlies. Nee, alle tuinders gebruiken sluipwespen tegen witte vlies. En we gaan... Het is echt een tomatenpromotieman, hè? Ja, daarom hebben ze mij ook gevraagd voor dit baantje. U bent dus ook teler, maar dat betekent dat u niet op uw eigen bedrijf kunt werken. Want de Floriade begint 4 april met Koningin Beatrix 5 april voor het publiek tot oktober, geloof ik. Ja, nou ja, daarvoor heb ik dus weer een andere collega bereid gevonden die ermee gestopt is. En die gaat mijn tuin het hele jaar doen. Daar ben ik hem heel erkentelijk voor. En hij neemt mijn baantje over en ondertussen ga ik aan de Duitsers en aan de Nederlanders het verhaal van de Nederlandse vruchtgroente vertellen. Het budget voor deze Floriade is 90 miljoen euro. In de Haarlemmermeer dachten ze er destijds veel aan over te houden, maar daar zijn ze nog steeds een 8 miljoen euro tekort. De gemeente steekt er hier geld in, de provincie legt zo'n 7,5 miljoen euro op tafel. En ook alle tuinders betalen mee, u ook. Is het niet heel veel geld? Is dat niet link? Het zijn niet alleen de tuinders die dit geld ophoesten. Het zijn ook de handelaren. Denk eraan dat wij een enorm import- en exportland zijn voor heel West-Europa. Dus er komt gigantisch veel groente en fruit binnen. Maar er is ook heel veel geld deze zomer verloren aan de EHEC-bacterie. Ik kan me nog herinneren dat de komkommers met tonnen tegelijk naar de GFT-bak gingen. Des te knapper is het van allemaal die tuinders. En dat ze toch nog geld opzij hebben gelegd om dit allemaal de extra daar nog voor opzij te leggen. Want wij moeten gewoon een heleboel promotie gaan maken dat iedereen nog meer groente en fruit gaat eten. Want het is, jongens, ongelooflijk gezond. De directeur heeft het vanmorgen tegen mij gezegd. Ik mag het eigenlijk niet herhalen, maar hij zei het. Het moet geen kneuterigheid worden hier in Venlo. Die Floriade die moet eigen tijd zijn en het moet een show zijn. En aan u zal het niet liggen, volgens mij. Nee, ik heb schitterende verhaaltjes. Het ene nog grappiger als het andere. Echt waar? Ja, nou, ik kan dat prachtig in het Duits of in het Engels. Doe eens een stukje in het Duits. Sluiten we daarmee af. Wie geht das? Ja, wie geht das? Wir haben hier natürlich ganz viele Hummeln im Gewächshaus. Und warum machen wir das mit Hummeln und nicht mit Bienen? Weil Hummeln, die haben gigantische Vorteile gegenüber Bienen. Die arbeiten auch, wenn es die ganze Zeit regnet. Aber Hummeln, die sind auch treu. Wenn eine Hummel bei einem Tomatenkinder anfängt, dann geht die nie wieder weg. Ja, kom maar op. April gaat die helemaal los als Beatrix is geweest. En dan gaat de Tasty Tomato hier richting Duitsers, Engelsen. En we gaan kijken of we dan tegen die tijd nog eens langskomen. Nou, hummelen, bijen, tomaten en paprika's. Dus ook op de Floriade. Dankjewel, Mark. Tipo, né?